voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen, samen staan we sterk. Dus vechten we samen, niet alleen. Stop de sloop, sloop het kabinet. Stop de sloop, sloop het kabinet. Stop de sloop. Wat ik wou vertellen, dat is het slopen van woningen. Dat is pas goed op gang gekomen in 2000. En dat maakt deel uit van een landelijk beleid. Dat beleid, daar is toe besloten onder het kabinet, het laatste kabinet Kok. En dat is gebeurd door onze minister Pronk en door Remkes. Die zijn ermee begonnen. En die hebben bedacht dat er in Nederland 200.000 of 300.000 sociale huurwoningen gesloopt moeten worden en dat die grotendeels moeten worden vervangen door koopwoningen. Daar komt dat vandaan. En wat wij dus nu meemaken, dat daarvan is de basis gelegd in 2000. Nou is er in die tijd een rapport verschenen op verzoek van de minister. Dat is van de commissie Koning. En daar wordt precies in uitgelegd waarom dat beleid moet plaatsvinden. Dat heeft niets te maken met de ouderdom van de woningen, want die zijn veel jonger dan bijvoorbeeld deze woningen. Het heeft ook niks te maken met de kwaliteit van de woningen, want de bouwkundige kwaliteit van die sociale huurwoningen die nu gesloopt wordt, dat is veel beter dan al die oude woningen in de grachtengordel. Maar de enige reden waarom die woningen moeten wijken, dat is omdat ze niks opleveren. En omdat het vervangen van die sociale huurwoningen door koopwoningen, omdat dat geweldig veel geld oplevert. Dat is ook uitgerekend. Die commissie heeft uitgerekend dat op het moment dat je 200.000 sociale huurwoningen gaat slopen en grotendeels gaat vervangen door koopwoningen, dat dat 17 miljard oplevert per saldo. In dat rapport staat, corporaties profiteren daarvan. Het Rijk profiteert daarvan, want vergeet niet, al die nieuwbouw, daar moet 19% btw leveren tot op. En gemeentes profiteren daarvan, want de grond wordt een stuk meer waard. En dat mag de gemeente in zijn zak steken. En uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel aannemers en projectontwikkelaars die eraan verdienen. Tussen per saldo verdient iedereen eraan. Behalve, en die wordt dus niet in het rapport genoemd, precies, dat zijn wij. Want wij moeten hoger huur betalen. Wij moeten onze huurwoning verlaten en we worden gedwongen om een koopwoning te kopen. En wij, tenminste niet wij, maar onze kinderen, hè, want wij komen er nog veilig vanaf, de meeste mensen. Maar het probleem, dat komt bij onze kinderen. Die komen 10 jaar, 15 jaar wachten voordat je überhaupt op een sociale huurwoning in aanmerking komt. Die betalen de rekening. Dus wat er in feite gebeurt, en dat, ik vertel u niks nieuws, dat is een overdracht van geld van mensen die een laag loon hebben, die een uitkering hebben, die aangewezen zijn op sociale huurwoning. Dat geld dat wordt daar weggehaald en dat gaat naar aannemers, dat gaat naar de corporatie, dat gaat naar de gemeente en dat gaat naar het Rijk. Het is een massale overdracht van inkomen, alleen de verkeerde kant uit. Het wordt weggehaald bij de mensen die het slecht hebben en het wordt gebracht bij de mensen die het goed hebben. Daar komt dit hele verhaal op neer. En ik zou u zeggen, als u geïnteresseerd bent, want ik heb het meegenomen, dat rapport, en dat moet u echt onthouden, je kunt het nog steeds vinden op internet, dat heet Kosten en Kostendragers, Transformatieopgave, Stedelijke Vernieuwing, april 2002. En daar wordt dat gewoon heel openhartig in beschreven. Er worden helemaal geen doekjes omheen gewonden. Nou is het probleem dat als we nu weten wie daarvan profiteren, namelijk die corporaties en die gemeentes, dan weten we dus ook waar onze dictator zit. Wij moeten niet alleen maar praten over dictators in verre landen.
We moeten ook niet praten over een dictator in Den Haag, ook al zit hij daar. Dat is allemaal wel waar. Maar wij hebben te maken met dictators die heel dichtbij zitten. Dat zijn dictators in corporaties en dat zijn dictators in wijkbureaus en dat zijn dictators in de stad zelf. Want vergeet niet dat dit beleid, dit sloopbeleid, dat wordt ondersteund door alle grote politieke partijen, inclusief de Partij van Arbeid. Laten we daar geen illusies over koesteren. Alle acties in alle grote steden lopen stuk op de medewerking van de PvdA-wethouder, CDA-wethouder, VVD-wethouder en meestal ook de GroenLinks-wethouder. En dat zijn onze grootste obstakels. En die beschermen dit beleid en die verdedigen dit beleid. En dat is twee handen op één buik met corporaties en aannemers. Als wij de strijd willen winnen, dan moeten we dus niet praten over een verre dictator, maar dan moeten we praten over de corporatie dichtbij. Dan moeten we praten over de wethouder. En dat betekent die strijd die wij moeten voeren, die moet gevoerd worden in de wijk. Dat moet gevoerd worden door de mensen in de wijk uit te leggen hoe het zit. En dat moet ook gevoerd worden door de mensen in de wijk uit te leggen dat als ze zich verenigen en wanneer ze volhouden, dat ze het dan ook kunnen winnen. Want er zijn een heleboel voorbeelden van goede wijkcommissies, van bewonerscommissies, die hebben begrepen hoe het zit, die hardnekkig volhouden en die zijn erin geslaagd om de sloop te voorkomen. En het voorkomen van de sloop, dat gebeurt door de strijd in de wijken, samen met die mensen. En die mensen die moeten uitleggen hoe het zit. En daar denk ik, het is goed om over Den Haag te praten. En het is goed om over dit rechtse beleid te praten. Hoe meer, hoe beter. Maar laten we vooral, als het over de sloop van sociale huurwoningen gaat, niet vergeten dat de sloop in de wijk moet worden moet tegengehouden worden. En dat daar onze vijand zit, bij de corporaties. Vergeet niet dat de woningbouwvereniging in 1970, daar waren helemaal geen bezoldigde bestuurders, mensen. Dat waren wij zelf. Wij zaten als huurders in de besturen en de enige professional die er misschien was, dat was de boekhouder. Daarna zijn die corporaties allemaal gefuseerd. Dat zijn mammoetbedrijven geworden. En nou zitten daar managers die meer verdienen dan de balken en de norm. Daar zitten beleidsambtenaren, daar zitten onderzoekers die zich geweldige salarissen hebben. En wat nu gebeurt, dat is alleen maar omdat de enorme top van die corporaties, al die functionarissen, van hun riante salarissen te voorzien. Daar moeten we tegen strijden. En dat kan ook als we de mensen in de wijken mobiliseren en uitleggen hoe het zit en wanneer ze gewoon mee zien te krijgen. Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang. Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang. Voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen, samen staan we sterk. Dus vechten we samen, niet alleen. Voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen, samen staan we sterk. Dus vechten we samen, niet alleen. Voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen, samen staan we sterk. Dus vechten we samen, niet alleen. Nou, dat vechten, hè, daar gaat het eigenlijk over.